Omdat jullie hebben een geheim programma. Twee potten in het museum. Mooie tierpotten, dat is gewoon een goede zaak. Je kunt het Ja, hartstikke leuk. Wat rustiek zeg. Als je naar kijkt. Oh, ja. Wat is het? Ja, klopt. Ik denk dat je een oude figuur mee van buiten was. Ja, dat is niet zo. Ja. Als je het terugrijden, dan zie je er weer nodig. Ja, dat is het kan. Dat is vandaag. Ja, ja. Hier komt heel veel samen. Ik zal het zo meteen nog wat. Ja, ga maar zitten. Ja, ik zweer dat. Hey, dat is lekker hè? Bijna. Waar je naar 30.000 man aan bezoek is hier op die Farm and Country Fair. Je zou het van de straatslag van de hoofdroute zeg maar niet geloven. Maar het was wel zo. Een enorm festijn wat door deze familie hier al 24 keer is georganiseerd. En er komt van alles en nog wat omheen. Daar gaan. Zij zijn zeg maar onze gastheren en gastvrouwen zometeen voor. Dat was altijd wel een uurtje voorzien. We lopen al wel uit, dus we moeten het een klein beetje in de gaten houden. Maar goed, welkom in ieder geval natuurlijk aan onze, mag ik nog wel zeggen, nieuwe commissaris. Hè. 5 maanden was het zo'n beetje. Witte brood is misschien wat overdreven, dat wordt wat oud dat witte brood misschien, maar toch nog wel op verkenningstoer en nieuw. Ik mag namens de familie het woord doen vandaag. Hartelijk welkom, hartstikke leuk dat u er bent. En u zit hier, wil ik gelijk even zeggen, in een voormalige koeienstal. Ik voel me heel thuis. Ja. Je begreep dat u ook van de paarden was, ja, maar... Ja. Ja, ze zeggen altijd, een echte koeienboer heeft niet zo heel veel met paarden. Is dat zo? Ja, dat wordt wel eens gezegd. Maar goed, ik weet niet of dat... Dat maakt wel niet zoveel uit. We zijn hier met... u bent bij de familie Rusink. Ik ben de tweede dochter van Erik en Joken. Marielle, mijn zus, die zit achter u. Dat is de jongste. En ik heb nog een oudere zus. En zij werkt bij een transportbedrijf. Maar is wel heel betrokken bij dit bedrijf. Ik wilde nu organiseren de Farm and Country Fair. En ik wilde altijd heel graag de eigen supermarkt vanaf dat ik klein was. En ik dacht, dat lijkt me fantastisch. Met mensen werken en een beetje organiseren met al die levensmiddelen. Mensen voorzien van hun eerste levensbehoeften. Maar goed, eigenlijk doen we nu precies hetzelfde, alleen net een klein beetje anders. Mijn ouders zijn dit bedrijf begonnen op deze locatie. De locatie hier tegenover waar het vleesparkbedrijf bestaat, hebben ze eigenlijk eerder gekocht dan dit bedrijf. Dit was een pachtbedrijf. En zij hebben altijd het gevoel gehad, ik denk dat het een beetje onze familiemissie is geworden, boer en burger verbinden. Want veranderingen krijg je wanneer je mensen bindt. Dus zij zijn begonnen, ze zijn heel veel naar Engeland geweest en dan kwamen ze terug met 100.000 ideeën. En ik denk dat heel veel boeren heel veel ideeën hebben, maar uiteindelijk 2 daarvan wordt misschien werkelijkheid. In Engeland zeiden ze, je hebt het melkveebedrijf, dat is een pachtbedrijf, niet heel mooi misschien om mensen te ontvangen. Maar in Engeland hebben we county shows. Dus je kan het ook in je wei doen, je organiseert wat tenten en marketing en wat shows en de mensen komen vanzelf. Dit is inmiddels 24 jaar geleden, dus wij zijn er allemaal mee opgegroeid. En op dat moment 50 standhouders en 1000 bezoekers. En nu afgelopen keer... weer rond de 40.000 bezoekers. En ik ben ook 10 jaar boeren mede naartoe. En toen hebben we ontmoet van eigenlijk een boerenbedrijf. En daar hebben we discussietafels gehad. Ja. En in totaal ging over duurzaam landbouw. Dus ik vertelde ook eigenlijk aan mezelf dat ik dat ik me meer moet verbinden met de problemen. Ja. Neem zeg. Delen. Heel verrassend.
verrassende gedachte. Ja, dat vertelde hij, ja. En hij geloof ik ook wel. Hij was net een woning in Willemhorenpark. Ja. Aandelen van Doos. Oh ja, vooral onmogelijk. Hij zei, het was met 10 minuten, was alles weg. Ik zou je zeggen, maar ik woon in het buitengebied van Apeldoorn in Udderhotel. We hebben Milligan, 300 zielerij. Maar goed, er komen ook Willemhorens, hè. Perfect, wel in het verhaal zijn. Maar wat zien we, precies wat jij nu zegt. Dat is van, nou, hoeveel dat kilowatt, of hoeveel dat megawatt, worden afgestaan en direct omwonen. Ja, nou, dat is alles goed. Ja, ja, ja. Ja, prima toch? Ja. Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld nee, nee, te zijn. Nee, 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 nee. Ja. Ja. Het is wel groot bond, hè? Maakt er wat uit, hè? Dat vind ik niet. Nee, dat maakt er niks uit. Nee, een beetje... Ja, de meeste koeien die liggen nu daar achter buiten. Oh, daar. Oh, die komen s'avonds hier voor de melk. Ja, ja. Oh. Ja. Toen hebben we flink geïnvesteerd om het hele terrein, de buitenkanten, om dat te verharden. Eigenlijk gebruiken we deze wei voor de koeien ja, vanaf augustus, ja, eind juli zo'n beetje. En voor de rest eigenlijk alleen voor de fair. Dus de eerste keer dat we maaien, dat gaat wel naar de koeien. Ja. Maar daarna, ja, we willen geen koeien flatsen en allemaal dat soort dingen. Dus, oh, dat vinden mensen uit het westen ook wel leuk. Je ziet het vaak aan kleding, maar de meeste mensen zeggen nee, je ziet het eigenlijk gewoon niet. Eigenlijk kan iedereen dat gewoon hebben en zie je dat gewoon helemaal niet. Anita, zou jij iets over willen vertellen? Jawel, ik ben geboren en getogen in Winterswijk, ik ben al boerin geweest, ik ben helaas door een scheiding in de bijstand terechtgekomen. Dan ga je niet meteen vanuit dat je dan naar de gemeentelijke instantie moet en dat je dan daar aan de loket je verhaal moet gaan vertellen. En dat doe je eigenlijk nog gewoon in je klopje dat op dat moment hebt, daar denk je helemaal niet bij na hoe dat proces ook helemaal in zijn werk gaat. Want je kijkt eigenlijk alleen naar jezelf, maar dat er zo'n dat er van de buitenkant veel anders naar je gekeken wordt op een gegeven moment dat je toch in een bijstand zit, geen baan hebt. Of, er zit een bepaald stigma op en dan denken mensen misschien aan nou, oh, geen kleding, ja, kunnen er rijden op een auto, dat soort dingen allemaal. Ja, nog wel. Ik weet niet hoe lang nog. Het is heel bijzonder om te zien hoe het dan werkt. Want ik heb aan mezelf, nou ja, zoals wij hier allemaal zitten, volgens mij kun je niet echt aan iemand zien of hij nou wel of niet in een bijstand zit of misschien een heel aardig besteedbaar inkomen heeft. Dat weet je gewoon. Gesproken worden. Das ist so ein typisches Thema, möchte ich auch so deutlich sagen, wo man merkt, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht laufen soll. Das ist überhaupt kein Vorwurf, aber man hat da gemerkt, dass anscheinend auf der niederländischen Planungsseite das deutsche Gebiet eine weiße Fläche, Terra Incognita, war. Das gibt es auf der deutschen Seite umgekehrt nach wie vor ganz genauso, aber das ist natürlich nicht gut. Man sieht das auch schon in Zwillbrock bei uns, wenn man sieht, welche Straßen da zusammenlaufen. Wir haben dort auf der deutschen Seite eine inzwischen wieder sehr gut ausgebaute Landstraße. Das ist in Deutschland ja die zweithöchste Straßenkategorie unter der Bundesstraße. Und dann kommt auf niederländischer Seite eine Gemeindestraße. Das dürfte, ich kenne keine weitere Situation, wo das so aufeinander stößt. Eine relativ hohe Straßenkategorie mit einer sehr niedrigen Straßenkategorie. Und dazu kommt der Punkt in der Tat, dass es in der Vergangenheit eine sehr gute Anbindung gab, zwar über die Gemeindestraße, aber direkt nach Grünlo, direkt zulaufend auf den provinzialen Gewerbepark in Delaberg. Und damit auch eine gute Verbindung im Grundsatz, kann man sicherlich etwas ausbauen, aber im Grundsatz zwischen dem Industriegebiet Garzel in Frieden und dem großen Betreibenterrain der Laberg in Grünlo, wo es sicherlich auch sinnvoll ist, weil wir ja zwar intensiv mit Winterswijk zusammenarbeiten, aber natürlich den Blick auch breiter haben, insgesamt in die Niederlande auch rein, auch diese Verbindung noch enger zu machen. Und das wird schon deutlich erschwert, weil wir jetzt kurz vor der Laberg stehen, kurz vor Grünlo stehen und dann erst, ich weiß nicht, ein, zwei Kilometer neben der N18 fahren müssen, einmal rumfahren müssen auf die N18 und wieder ganz weit rum, also einen riesen Umweg. Also da merkt man einfach, das hätte man, das ist vor Jahren sicherlich so entschieden worden, aber das zeigt sehr gut, man muss dauerhaft sicherlich besser schauen, was macht man auf der anderen Seite der Grenze und welche Auswirkungen hat auch das, was man plant, auf die Nachbarn auf der anderen Seite der Grenze, weil es sind immer beiderseitige Interessen betroffen. Aber zurück zu Frieden und Winterswijk.
Ich habe gerade schon gesagt, die gute Ausgangslage bei uns ist, dass unser Industriegebiet sich in verschiedene Richtungen weiterentwickeln kann. Aktuell haben wir auch die Notwendigkeit, das Gebiet weiter zu entwickeln, weil wir eine so hervorragende wirtschaftliche Entwicklung haben, dass alle vorhandenen Wirtschaftsflächen für die Unternehmen schon voll sind. Unsere Unternehmen haben sich gut entwickelt, es sind einige Unternehmen auch dazugekommen, von daher entwickeln wir das weiter. Eine Entwicklungsrichtung des Industriegebietes geht nach Norden, da ist es aber ausgerichtet nur für die Weiterentwicklung der Firmen, die schon da sind, weil die mehr Raum brauchen. Nach Süden, das ist unsere große Entwicklungsrichtung Richtung Niederlande, diese 38 Hektar, die da angesprochen worden sind, da geht es auch um die Neuansiedlung von neuen Unternehmen. Met elkaar op dit vlak ook gewoon met de politiek breed, dan natuurlijk ook het dagelijks bestuur, maar ook met uw raadsleden die hier ook zijn, dat oppakt. Dus ik heb zowel in Aalten individueel met de college gesproken als in gezamenlijkheid en ook hier precies hetzelfde. En ik moet zeggen, dit smaakt wel naar meer hoor. De andere weg is in dit geval, een nieuwe weg moet ik misschien wel zeggen, is ingezet hier in de Achterhoek, zoals veel ingezet wordt in de Achterhoek, valt mij op. Dank daarvoor. Ik zal de pin zal ik ook met recht dragen. Ik heb grensoverschrijdende afspraken. Ik noemde al even 3+3 overleg. Dat had ik van de week, vorige week had ik dat. En we hebben ook al eens in gezamenlijkheid met onze regering van Nederland en de Duitse regering, in dit geval van Noord-Rijn-Westfalen, hebben we ook gesproken. En wij schakelen daarin steeds van waar heb je elkaar precies bij nodig. Dank daarvoor. Ik ga in de auto zeg ik dan even, jij rijdt mee naar Rijn of niet? Ja, nu wel. Ja. Voorlezen. Ja, voorlezen. Ja, jij moet lezen voor mij. Ik heb een tekst zeggen. Nee, maar ik ga even goed over nadenken wat hier allemaal gezegd is. En tegelijkertijd kunt u, zoals het dan zo netjes heet, omdat ik officieel hier ben als Rijksheer, dus toezicht houden op de gemeentes. Dus kijken hoe loopt het hier. Nou, ik heb nou een paar mooie volzinnen als ik met de minister daarover praat, Ollengren, van dat hier echt enorm veel energie en ambitie zit om in gezamenlijkheid met elkaar de vraagstukken waar ik voor sta op mobiliteit. Ja, zo kan ik nog een half uur doorgaan trouwens. Maar allemaal hier spelen en ik zal daar op mijn manier daar een keurig verslag van doen. Dank daarvoor en we zien elkaar zeker ook wel weer op een andere manier. Tot ziens. Ja.